Yo! Hey! Thanks voor de invite, jongens. Ik heb echt heel veel zin in. Super tof pand trouwens. Echt een heel vet kantoor. Ik zag jullie naamplaatje hier zo. Dit is nice, man. Waar gaan we het over hebben zometeen? Sorry, wat? Vlaming natuurlijk. Yo, mannen, hoe is het? Sorry dat ik wat later ben. Ik wou nog een smos preparé gaan halen, maar het was even aanschuiven. Zeg maar, die laatste aflevering van FC De Kampioenen, waar Den Boma weer al zot aan doen was. Mijn gedachten waren nog niet, hè? Maar, toevallig anders tijd om de podcast op te nemen. Zeg alleen aan mij frituur 14 nieuws, chauffage lavabo. Tuurlijk, mijn combo. Egbert Kanaal of Jeffrey Wirtz is een van mijn favoriete YouTubers uit Nederland. Hij maakt commentary video's, maar op een heel unieke en heel funny manier. En vandaag zit de gast op Gossip Guy. Een van de redenen waarom ik heel graag met Nederlandse content creators praat, is omdat ik het gevoel heb dat zij een pak voorstaan op België. En dat is exact waar deze conversatie start. Jullie staan ook, naar mijn gevoel, vaak op het vlak van internet een pak verder. Bij jullie zijn er content creators geweest die NFT's hebben gemaakt en zo. Ja, en de Bram Krikke NFT trouwens. Okay. Shout-out naar de Bram Krikke NFT. En zo'n knol had hij ook niet? Ja, weet ik niet. Knolcoin had hij toch? Knolcoin had hij misschien, ja. Ik weet niet of je daar trots op moet zijn. Ik weet niet of dat heel vet is, hoor. Ik zeg ook helemaal niet dat iets positief is. Ik zeg dat het iets is wat er bij jullie al wel gebeurd is. Ja. Terwijl bij ons, nu zijn we pas echt over AI aan het praten hier of zo, heb ik het gevoel. Okay. Terwijl dat in Nederland springen ze al sneller op dat soort trends, I guess. Yeah. Ook online scammers hebben jullie veel meer dan wij. Koop mijn bol.com cursus en ik word rijk. Jij wordt... Wie wordt rijk? Hij wordt rijk. Eigenlijk moet jij rijk worden, maar hij wordt eigenlijk rijk. Ja. Dus cool ook. Jullie hebben er heel veel. Bij ons hebben ze het geprobeerd. Heb je het gezien? Zo'n blonde gast in zijn garage, die echt Tai Lopez zijn video volledig aan het vertalen was. Ja. En dat was echt gewoon word by word gewoon Tai Lopez zijn video. Hier in mijn garage met mijn nieuwe Lamborghini. Exact. Maar weet je wat ik veel belangrijker vind? Deze boeken. Ja. Exact wat Tai Lopez zei in zijn allereerste video. Dus dat is ook cool. Hebben jullie ook veel scammers? Ja, we hebben wel creatieve scammers. De cursus verandert steeds, zeg maar. Je hebt bol.com heb je dan. En dan heb je ook nog een social media marketing cursus. En dan kan je leren hoe je een eigen social media marketingbureau wordt. Mm. Waar je dus niet zoveel aan hebt. Want dat kunnen bedrijven in principe zelf als ze gewoon één keer Google openen. Mm-hmm. Ja, maar je noemt wel allemaal nare dingen op eigenlijk. Nee. De bol.com scammers en zo. Wat zeg je nou allemaal? Nederland gaat goed door Nederland op voor. Je hebt alleen maar scammers. Okay. Er zijn heel veel nice dingen ook. Kaas, bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld veel verder dan België. Ja. Kroket uit de muur. Kroket uit de muur. Hebben jullie dat hier niet? Dat klinkt wel als iets wat Belgen heel snel over zouden nemen, toch? Ja. Met de frituur. We hebben wel snacks uit de muur. Oké. We hebben onze eigen muur hier zelfs, als je snack wilt. Dit zijn onze snacks. Ja, dit zijn de secret snacks of zo. Ja, dat zijn hele snacks. Hier is bijvoorbeeld volgens mij gewoon Lego in voorlopig. Die mag opgegeten worden. Je hebt een Lego-set van Galileo Galilei heb je staan in je snackmuur. Ja? Ik heb het idee dat je het concept niet helemaal begrepen. Je moet dus een lauwwarme kroket in liggen. Ah, shit. Nee, wacht. We hebben hier al. Wacht. Mag ik gewoon inpakken? Ja, tuurlijk. Pak maar. Ja, tuurlijk. Oh. Hey, oh, shit. Donuts. Score. Sick. Fucking top. Wacht. Van Albert Heijn, dat is ook Nederlands, toch? Ja, dat ken ik. Hij is dood, hè? Albert Heijn. Ik heb hem, man. R. Ik weet dat er van veel... Ja, bij jullie zijn doorschijnende bakjes. Bij ons hebben we enkel deze. Ik heb... Red Velvet Muffin. Oké, chill. Sick. Ja, jij mag ook gerust, neem maar iets, whatever je wilt. Een van de overige, denk ik dan. Die heeft Willy genomen, dus die kan even... Oké, fish sticks. Chill. Nice. Ja. Oh, fuck man, ik ben bijna jaloers. Die zijn nog koud, man. Die zijn niet... Nee, we hebben die niet op kunnen warmen. Omdat je net iets te vroeg hier was ook, natuurlijk. Oei. Maar all yours... Nog hard? Krokant nog? Dat is rauw. Oké. Oh, enjoy. Als je het in het water legt, dan zwemt hij weg. Ja, dat kan ook nog, als je wilt. Het is hoe wij hier fish sticks eten. Geniet ervan. We gaan even een break nemen dan. Het was eigenlijk de bedoeling om tijdens deze break onze sponsor van deze week te tonen, maar die is last minute geskipt. Wat dat niet volledig slecht nieuws is, want dat betekent dat ik jullie nu kan vertellen dat er nog steeds tickets zijn voor onze live show in de Arenberg op 3 mei. Vorige editie was maf leuk. Ik heb mij kapot geamuseerd. Ik hoop dat jullie er allemaal bij kunnen zijn deze keer, 3 mei. Er staan nog steeds tickets in de beschrijving. Tot snel, hopelijk, en geniet van de rest van de aflevering. Nee, maar merk jij een groot verschil bij het binnenkomen van België tussen Nederland? Ja, een groot verschil. Ja, ik kijk altijd mijn ogen uit in België. Okay. Gewoon allemaal dingen. Kijk, in Nederland is het altijd heel snel, als iets oud is, dan wordt het gesloopt.
Ja? En dan moet allemaal nieuwe shit. Allemaal nieuwe shit. Ah, zo snel mogelijk nieuwe shit. Nieuwbouw. Allemaal lelijk en strak. Mm. En dan loop je hier. Ik liep door Antwerpen hier van het station hier naartoe. En dan zie je allemaal kabels hier hangen en zo. En mensen lekker aan het werk. En waar een paar mensen aan het abzeilen of zo. Ja. Terwijl ze iets aan het verven waren. Denk, het is allemaal veel authentieker. Veel oude gebouwen. Vind ik ook wel mooi aan deze stad. Ja. En ik was, volgens mij was dat in Gent. Waar Henk Rijkaard, die heeft daar een cool pot, heet dat volgens mij. Heeft hij een, en daar waren wij. We hebben een collab met hem gedaan. En toen zag ik in Gent dat ze dus... je hebt daar huizen en dan daarop lijken dan weer andere huizen te staan. Of zo. Dus ik vroeg aan hem, hoe heb je geen regels hier of zo met het bouwen van huizen? Hoe werkt dat? Dan zei hij, nou, ik heb dus gezien dat hier mensen gewoon in een weekend een nieuwe verdieping op hun huis zetten, omdat het gewoon mag. Mm. Dus er zijn niet echt soort standaarden of zo. Dat je mag gewoon alles bouwen wat je wil. Ja, je moet even checken, maar dan mag het. Ik vind het nice, man. Ik vind dat heel nice. We hebben in Nederland hebben we nu heel groot huizenproblemen. Zo. Okay. Het is allemaal een soort bureaucratie. Gewoon stapelen. Ja. Gewoon stapelen. Gewoon bouwen. Gewoon lekker gaan. Ja. Exact. Nee, ik vind het nice, man. Maar het is een heel verschil. Heel verschil met in, hoe het in Nederland is. Ja, zeker. Ja, want dus je hebt de gebouwen. Ja. Want ik heb het gevoel dat ik te negatief ben geweest over Nederland. Ja, scammers. Je noemde mij een scammer ook. Dat vond ik jammer. En balen. Kan gebeuren. Mijn papa komt van Nederland. Ik heb heel veel familie in Nederland. En ik ben daar eigenlijk heel graag. Groningen. In de buurt van Groningen. Dat is ook wel... dat is echt 20 lichtjaar van België. Van hoe ben je hier terechtgekomen? Ja, te voet. Geboren? Nee, ik ben hier geboren. Ja. Maar mijn papa is verliefd geworden op mijn mama. En is deze kant uitgekomen. Oh, heel cute allemaal. Dat is lief. Maar nee, oprecht. Nederland staat op vlak van sociale media bijvoorbeeld veel voor. Yeah. Op alle vlakken of zo. Yeah. Ik heb het gevoel dat in Nederland zijn YouTubers ook echt supersterren. Als je echt de Enzo Knol en zo met hun miljoenen abonnees. Een stuk tv. Ja. Echt wel echt grote kanalen. Maar ik denk dat er een punt is waarop zeg maar, de mainstream media niet meer om ze heen kan. Mm-hmm. Dat zeg maar als Enzo Knol die kreeg een kind laatst. Dat was landelijk nieuws. Wild. Dat zijn echt, dat zijn gewoon BN'ers. Ik heb een beetje ingelezen van tevoren. Okay. Belgische termen opgezocht op Google. Wat zijn zo dingen die je gevonden hebt? BV'er. Gewoon BV zeggen we. BV. Eigenlijk, dat is wel eigenlijk het. Daar stopt het. Oké, nee, kijk. Ik dacht niet dat deze vraag gesteld ging worden. Nee, dat is oké. Dat je even gecheckt hoeveel je van de cultuur af weet hier. Ja. Ik heb altijd het gevoel dat Nederlanders hun hart echt op hun tong ligt. Ja. Dat wij meer, bescheiden, meer timide zijn. Ja. En ook zo zijn van... niet te gek doen, het is al gek genoeg. Ja, ja. En dat in Nederland is het veel... Ja, ik weet niet, dat kan voor een Belg kan dat heel snel zo uitstralen van mij. Zelfzeker en arrogant. Ja, terwijl dat eigenlijk wel, vind ik, een fijnere manier is om te communiceren met elkaar. Ja. Kijk, in Nederland was het heel lang ook, doe maar normaal, want je doet al gek genoeg, zeg maar. En ik heb het idee dat sinds social media, sinds iedereen op Facebook kan en iedereen's mening opeens gelijk is op het internet, dat je heel veel mensen ziet die opeens toch iets gekker zijn dan je dacht of zo, weet je wel? Dat ik opeens mensen waarmee ik gewoon op de basisschool heb gezeten en zo, die dan opeens op het internet... ons land wordt overspoeld met migranten. Maar je woont in... Groningen of zo. Je ziet helemaal niks van, toch? Het is geen probleem voor jou. Hoezo ben je opeens dat het veel, veel wilder is? Ik weet niet hoe het in België is. Nee, verre familieleden die van die zendmasten gaan neerhalen omdat er 4G ons allemaal aan de hersenspoelen is en dat zo. Dat soort shit. Cool wel, op zich. Was leuk. Nice, hoor. Was nice. Dat je opeens met COVID, dan zag je opeens mensen soort... wacht eens even. Ja. Nu moeten we herrie gaan maken. Ik heb ook een mening. Ja, tuurlijk. Rustig. Ik wil nog even terugkomen op de scammers trouwens. Want die zijn nog heel actief bij jullie? De bol.com... Kijk, mensen weten ondertussen wel dat het een scam is, volgens mij. Ja. Dus ik denk niet dat er heel veel mensen intrappen. Maar er zijn altijd nog mensen... Ze komen steeds terug met nieuwe dingen. Ja. Je hebt nu bijvoorbeeld Snapking, ik weet niet of je die nog kent. Ja? Pranks, één patatje. Ja. hij is nu aan het livestreamen. Ice Your Speed heeft hij gezien. Snapking is de quarter pounder. Ja, de counter pounder. De counter pounder guy. Die is nu dus weer aan het livestreamen. Maar die is ook natuurlijk... Die heeft 0900 nummer had hij opgezet, zodat kids hem konden bellen. Daar heeft hij heel veel geld mee verdiend. Is ook veroordeeld voor een aantal dingen. Die is nu weer terug met... dan gaat hij livestreamen. Nu ging hij op zijn story zetten. Hey, ik ga nu videoboodschappen ga ik weggeven. Dan moet je DM'en. En dan moet je DM'en. Dan kost het alsnog €25. Weet je wel. Bepaalde mensen die komen steeds terug met nieuwe maniertjes om maar creatief. Proberen geld te verdienen op het internet. Ik ben een bijleer. Jij hebt daar wel enkele video's over gemaakt, toch? Ja. En heeft dat al veel impact gehad? Ja, ik denk het. Ik denk het wel. Ik denk dat ik er wel een bijdrage dat mensen er bewuster van zijn. Dat er
gewoon een aantal mensen op het internet rondlopen die niet de beste intenties hebben. Die niet per se daar zijn om je alleen te entertainen. Mm. Die ook denken, hey, maar mag ik geld anders? Maar je hebt toch al wel met een paar gigantische YouTubers contact gehad? Want je hebt een house tour gedaan bij Quibbelkop? Ja, ja, dat was ook, dat was absurd, man. Dat was absurd. Wat er, ik kwam hem tegen op een filmpremière. Volgens mij van de Super Mario filmpremière. Okay. En ik had al een paar video's over hem gemaakt met Acid samen. Hij had een house tour gegeven aan JJ Boska. Die heeft een kanaal Day One. Daar gaat hij langzaam ondernemers langs. Gaat hij zeggen, wat vet. Een beetje en ik kwam hem tegen. En toen zei Quibbelkop tegen mij, wanneer gaan wij dan een collab doen? En ik dacht dat hij een grapje maakte. Dus ik zei, stuur maar DM, is goed. En hij heeft toen, diezelfde avond, heeft hij nog DM gestuurd. Ja, wat gaan we doen? En toen zei ik, er is al house tour is er al gedaan. Laten we dan, ik zag dat je een nieuw kantoor hebt. Laten we een office tour doen. En toen mochten we langskomen. En ik zei tegen hem, luister, ik ga alleen maar irritant doen. Ik ga alleen maar opmerkingen maken. Ik ga alles een beetje kapot maken. Ga er vooral in mee. Als je het kut vindt, dan moet je het zeggen. Dan haal het eruit, weet je wel. Hij ging overal in mee. Fucking leuk. Nice. Echt, hele chille guy. Ja. Want jullie zijn ook wel een beetje AI-collega's. Ja. Hij is iets verder in de AI. Hij ging zichzelf laten vervangen door AI. Hij is AI nu. Hij is AI. Daar ben ik nog niet. Nee, maar dat was ziek. Dat was echt wel was fit, ja. Ik vind dat, nu dat je hier toch bent, moeten we misschien wel even over AI praten. Want hoe zie jij de toekomst van AI nu? Want je hebt er heel veel funny dingen mee gedaan. Ja. Radiozenders en zo gemaakt. Ja. Is het allemaal leuk? Of gaat het er iets negatiefs zijn? Ja. Ja, ik denk, het is nu allemaal leuk. Ja. En er gaat opeens een punt komen. Ik weet niet of dat... Je zei, je loopt in België een beetje achter. Ik weet niet of dat hier ook zo snel gaat gebeuren. We hebben net ChatGPT ontdekt. Ja. Ja, serieus? Ja, dat is net... Nee, maar echt. We zitten toch al 2 jaar of zo met ChatGPT. Ja, oké, daarbij ook. En dus we hebben ook wel mensen die... Shout-out Lieve Scheren. Die weet heel veel bijvoorbeeld van AI. En heeft die groot platform en die is er veel over aan delen. Dus we hebben ook wel... We staan niet zo verrecht. Allemaal wel ondertussen. Ja. Nee, kijk, het is nu vooral nog een tool. Dus je kan er leuke plaatjes mee maken. Je kan er leuke video's mee maken. Het is vergelijkbaar met hoe Photoshop een tool is, zeg maar. Weet je, als je weet hoe Photoshop werkt, kan je, weet ik veel, een plaatje van Donald Trump als baby maken. Dat kan je nu met AI ook doen. Ja. Weet je, dus eigenlijk de dingen die je met AI kon, dat kon al. Maar nu gaat het een stuk sneller, zeg maar. Maar er gaat een punt komen waarop het zelf dingen kan maken. Waarop er niet meer een mens tussen hoeft te zitten die zegt, hey, ik wil een plaatje van Donald Trump als baby. Maar dat de AI zelf denkt, oké, ik ga even kijken, wat zijn nu de trends op Google, Donald Trump als baby wordt veel gezocht. Misschien ga ik dat maken. Oké. Ja. En dan wordt het spannend. En dan weten we niet meer waar. Want heel lang is video- en fotobewijs gebruikt in rechtszaken en alles van dit is gebeurd, want het staat hier op camera. Dat zal op een bepaald punt misschien niet. Ik denk alles wat je op het internet gaat zien in het komende jaar, dat moet je gewoon dubbelchecken. Dat moet je echt gaan dubbelchecken. Want we zijn nu al op een punt dat AI-video, dat is gewoon al bijna daar, zeg maar. Dat is insane. Creepy, hè? Ja, een beetje spannend. Het is een beetje zo, ik ben niet bang van een geweer, maar ik ben bang van iemand met slechte intenties die een geweer vast heeft. Dus dat kun je ook met AI zeggen. Dat je het ook kunt inzetten voor echt kwaadaardige dingen op een bepaald punt. Ja, het is heel makkelijk nu om mensen om hun stem af te pakken, bijvoorbeeld. Volgens mij heb je iets van 5 seconden stemopname nodig. En dan kan je een overtuigende stemkloon kan je maken. En er zijn gewoon al scammers, die zijn dat aan het doen. Dan word je gebeld en dan denk je dat je met je pa aan het praten bent. Maar eigenlijk praat je met een of andere guy in Bangladesh die jouw pa zijn stem heeft. Wow, want de sms'jes en de mails van je hebt 10.000 gewonnen, dat was nog één ding, makkelijk te spotten. Maar als er echt gebeld wordt met de stem van... Oeh. Er zijn al mensen die zijn dus met elkaar een soort codewoord aan het afspreken. Dat als je dan belt en het is van... mijn bankpas doet het niet of zo, kan je 5k overmaken. Dat je op zo'n moment even zegt, oké, wat is het codewoord? Oké. Of het nou de stem van je pa is of niet. Maar dat is fucking heftig. Dat we op zo'n punt zijn dat we... Ja, we hebben wel gewoon genoeg audio footage van ons online staan. Absoluut, ja. Damn. Iemand heeft me ooit gevraagd van, mag ik uw stem gebruiken voor een AI-projectje? En ik heb gewoon gezegd, sure. Ik weet niet of dat slim was, want ik heb niks meer gehoord van die guy. Volgens mij heeft hij mij gebeld met jouw stem. Ik heb er een 5k over gemaakt. Stel je voor, man. Oké, ik weet dat ik heen en weer aan het gaan ben tussen AI en scams, maar stel, er zijn nu veel mensen die zien wat scams zijn. Als jij nog een scam zou moeten verzinnen... Als ik een scam zou moeten verzinnen? Piramide-scam... Ja. Het geld is op. Ja. Ontslagen van alle projecten waar je aan meewerkt. Gaat niet goed. Iedereen unsubscribed. Oké. Wat verkoop je? Wat verkoop ik? Jeetje, dat is een goeie. Ja, ik denk op dit moment sowieso iets met AI, toch? Mm-hmm. Iets met AI misschien. Gooi er gewoon wat buzzwords achter. Ja.
cutting edge technology. Ja. AI, social media marketing. Zoiets, ja. Of een AI-assistent of zo. Kijk, dat doen heel veel bedrijven ook nu. Hè. Dus AI is een beetje een buzzword nu. En mensen zijn er helemaal klaar mee. En mensen haten AI. Mm. Als je maar zegt, dit is een tv met AI. Dan denken mensen, oké. Wat gaat hij dan tegen mij praten? Nee. Ja. Dat is zoals elke lamp tegenwoordig ook een app heeft. Ja, of zo. Ja maar alles. Fucking drinkbussen, peper- en zoutvaatjes. Alles. Met smart. Alles moet smart worden. Ja. Ik denk van, Jesus. Ja. Echt zonder reden. Maar er zijn dus ook bedrijven die spelen daarop in. Die zeggen dan, oké, wij hebben de AI Companion gemaakt. En dat is een apparaatje dat pluk je zo op je borst of zo. En dan kan je dan tegen praten. Zeg je, wat wordt het weer morgen? En dan gaat hij, ik ga het weer opzoeken. Dan gaat hij dat tegen je zeggen. Maar dat is gewoon ChatGPT. Ja. In een heel goedkoop Chinees apparaatje van 20 euro. En dat is veel handiger. Dit is 300 euro. Ja. Ik denk dat ik zo'n soort scam zou bedenken. Ja, een de Rabbit R1. Precies dat. Ja. Wat ook niet, dat ging niet helemaal goed. Voor dat ging niet helemaal lekker. Hè? Wat ik ook wel denk dat een goede scam is een cursus voor cursusverkopers. Oh, daar jij hoor ik mensen niet. Oplichten? Laat mij helpen. Ja. Die shit. Daar denk ik dan nog wel kan werken. Ja, ik denk het mooie aan die bol.com cursus is dat het zo... Het is, je ziet het en dan denk je, tuurlijk, waarom heb ik daar niet aan gedacht? Ja. Weet je wel? Tuurlijk, gewoon dingen verkopen op bol.com. Ja. Jeetje. Ja. Dropshipping. Terwijl je bent te laat. Je bent te laat. Als je nu zo'n cursus gewoon, je bent te laat. Er zijn 2000 mensen al voor als je die als iemand de geheimen komt verkondigen, je bent praktisch gratis, dan is er geen geld meer in de business. Toch? Ja. En als ze dan ook nog zeggen, deze cursus was eigenlijk 1000 euro, maar nu is hij maar 60. Mm. Dan denk ik... Dat is een koopje. Deze ga ik halen. Dit wordt fucking nice. Ik heb ooit een cursus gekocht. Oh. Ja. Het heet Kindle Publishing. Oké. Dus... Jij ging boeken. Ja. Dus dit is jij weet het niet? Nee, dat is de eerste keer dat ik het hoor. Nee, dus Kindle Publishing. Ja. Dat was eigenlijk ook een heel simpele AI-tool. Waar je naartoe ging en je zei van, schrijf mij een boek van 20 pagina's over dit. En dan scannen die het internet, de BuzzFeed-artikels kwamen dan gewoon in boekvorm in een mooi... Maar mooi... dit is, je omschrijft nu wel echt een scam, omschrijf je aan mij. Ja. Hè? Je ging een cursus kopen en zei, ik ga met de AI ga ik allemaal boeken. Ja, je kunt boeken maken en mensen kopen die. Maar van, cool. En wat moet ik schrijven? Gratis En dan, ik was met mijn vriend, ze hebben dat samen gekocht. Ja. En dat was dan gewoon, self-help boeken was hij allemaal aan het maken. En dan was ze gewoon in een AI gooien. Geef mij een self-help boek van 50 pagina's. Dit en dit moet erin voorkomen. Ja. En dan gaf hij je een boek. Dan kon je op Etsy uiteraard een boekcover maken. En dan had je zo voor 5 euro had je een boek dat je verkocht voor 20 euro. Damn. Ja. Nee, maar er staat zoveel fucking kijk op het internet. By the way. Holy shit. Nooit gedaan. Dat zou ik ook zeggen. Dit is hoe je deze hele studio betaalt, hè? Nooit gedaan. En die zelf heel boeken onder een andere naam is niet van mij. Op bol.com zeker de smart peper en zoutvaatjes checken. Ja. Maar het is serieus een probleem nu. Want ik zag dus deze week een nieuwsartikel van een familie die zichzelf hadden vergiftigd. Omdat ze, die hadden dus zo'n boek gekocht, zo'n AI-generated boek. Wisten niet dat het AI-generated was over welke paddenstoelen je kan eten. Oh shit. Wacht even, wat was de titel? Ik heb er ook eentje. Stel je fucking woord. Nee, die hadden zo'n boek gekocht en die dachten, oké, wij gaan lekker paddenstoelen eten. Want dat vind ik fucking nice. Ik hou van schimmel. Weet ik veel waarom je dat zo En die hadden zo'n boek gekocht en die zegt, deze paddenstoel kan je gaan eten. Wow. Bleek allemaal AI, zelfs plaatjes waren allemaal AI-generated. Er zijn echt fucking tekenboeken over hoe je moet leren tekenen en zo. Dat gewoon AI-generated schetsen zijn en zo. Gaat. En dat je perfect ook gewoon kunt zien, maar dit is AI, maar beginnelingen zien dat niet. Dat is gewoon een waanzinnig scam. Maar dus eigenlijk, rijk worden is niet moeilijk. Nee. Het is gewoon ethisch rijk worden. Dat is het. En daarom ben ik dus fucking arm. Gaat niet goed. Kom, bankrekening checken. Ja, dat is inderdaad het moeilijke. Hè? Ik denk dat als creator, als je publiek hebt, zo het vertrouwen winnen, moeilijk, met het direct kwijt. Nee, scam, het is gedaan. Ja. Dus dan moet je echt gewoon een goede scam kiezen, eigenlijk. Je moet all out gaan. Toch? Je moet in één keer. Ja. Je bent ze toch kwijt daarna. Ja. Mm. Maar het is ook wel gewoon, de missie van heel veel mensen is rijk worden. Je zegt gewoon fucking rijk worden en de manier waarop boeit niet. Maar dan denk ik, maar wat is je purpose? Wat is je purpose dan? Toch? Ja, wat zou jij doen als je gewoon nooit meer naar geld moet kijken? Wat doe je dan? Ja, kijk, ik zou allemaal dingen gaan maken. Ik heb allemaal ideeën die ik allemaal dingen die ik zou willen maken die ik nu niet kan maken. Omdat het gewoon fucking veel geld kost om series en films en whatever te produceren. Altijd wel videoprojecten. Ja, zeker wel. Of games of zo. Of gewoon wel dingen maken. Ja. Ja, dat is jammer. Want er zijn heel veel creators die dan zoveel ideeën hebben die het geld niet hebben. En er zijn heel veel mensen die het geld wel hebben, maar die gewoon creatief helemaal afgestompt zijn of zo, die het niet snappen. Zoals Game On. Oh ja. Ja, want misschien één ding dat ik misschien wel wil zeggen, ik ben wel echt een loyale kijker.
van u. Thanks, man. Ik ben echt wel een loyale kijker. Ik kijk ook al van de King Alerts video. Jeetje, ja. 5 jaar geleden. Ja, 5 jaar. Ik ben een OG. Willy is de reden dat ik jou heb ontdekt. Wat en ik heb jou direct iets gestuurd. Mijn eerste DM was, hey Egbert. Ja. Dat ik geen idee had dat echt allemaal. Ja, maar ik ben het echt wel gewend, hoor. Ja, dan voel ik wel iets minder fit. Nee, ik wou even checken, wat zou jij doen als jij niet meer over geld moet nadenken? Gewoon chillen. Een beetje chillen. Gewoon chillen. Nee, ik denk dit. Dit? Ja. Oh. Weg van Rotterdam Centraal, man. Ja. Ik zou Rotterdam Centraal kopen. Kopen? Oké. Hey, goeie move. Sorry, jou eens vragen. Ik heb je nee, nee, over Game On en films maken. Is dat een ambitie van u om regisseur te worden uiteindelijk? Ja, het was altijd wel een ambitie, maar ik heb het een beetje losgelaten. Omdat ik nu... ik heb heel lang in film en media en muziekvideo's en zo gewerkt voordat ik in het YouTube-wereldje kwam. En daar maakte ik wel dat je... zeker in Nederland is het zo kut om überhaupt zo'n project van de grond te krijgen. Je moet bij het filmfonds moet je gaan pitchen. Dan komen er daar 3 mensen die zeggen, oké, je mag een ton, maar wij willen wel inzagen in jouw film. Stel dat je dan wat gaat maken en je denkt, dit is mijn visie. Dan komen zij en zeggen ze, nou, zullen we het niet anders totaal anders doen? Want wij hebben je wel een ton gegeven. En dan denk je, ja, fuck. Ja. Schakelmat. Bij ons is dat ook, hè, met FAF, Vlaams Audiovisueel Fonds. Ja? En heel moeilijk als beginnende filmmaker om daar budget van te krijgen. Al een geluk kunnen we wel elk jaar een nieuwe FC De Kampioenenfilm verwachten. Wel chill, dus dat is wel waanzinnig nice. Dat is het lichtpuntje in de hele miserie. Ja, beter. Dus dat is beter, nice. Beter. Mm. Nee. Ja. Hoe ver was uw inbreng in de Gio-film? Ja, voor de mensen die dat niet weten, ik heb dus Gio, de vlogger Gio uit Nederland, die heeft een eigen bioscoopfilm. Project Gio heet die. Het is 1,8 op IMDb. Niet goed. Is dat bijna een record? Ja, ik denk het wel. Dat is wel stevig, toch? Staat heel laag in dat is knap, top all-time films. Okay. Ik werkte dus bij dat productiebedrijf, bij OCC. Dat is van Bas van Teylingen. Bas van Teylingen die kende mijn YouTube-kanaal al toen ik nog 300 abonnees had. Ja. Ik maakte sketches, maar hele irritante video's. Echt domme, gewoon mopjes, zeggen jullie dan volgens mij. Een beetje opgelegd. Mopjes, oké, netjes. En hij vond dat vet. Ik kon bij hem werken. We hadden een wekelijkse talkshow, produceerden we. En toen zei hij, luister, ik ga een bioscoopfilm maken. En ik denk dat jij dat wel zou kunnen monteren. Okay. Hij had mijn YouTube-video's gezien en hij zei, ik denk dat jij dat kan zeggen. Mooi compliment. Mooi compliment. Ik kan proberen, ja, heel lief. Heel lief. Ja. Check is goed. En toen ben ik dat gaan doen. En Project Gio had 2 weken filmtijd. En na elke draaidag, na elke filmdag, ging ik meteen aan de slag met de montage. Dus je kon meteen, na de eerste draaidag, kon je, zeg maar, op de tweede dag kon je de scènes van de eerste dag al terug. Dus jullie hebben op 2 weken een film gemaakt? In principe wel. Ja. Insane. Wow. Ja. Dus toen stond die edit na 2 weken, of iets langer, dus stond die montage. En toen was het knippen en voelen en kijken. Wow. Voor mij ook nieuw natuurlijk. En toen kwamen we er wel heel snel achter dat in 2 weken film maken... Pittig. Heel pittig. Ja. Heel weinig tijd voor extra takes en zo. Heel weinig tijd voor opbouw, afbouw. Dus je zag er heel snel, oké, een paar dingen in de edit lopen niet heel lekker. Toen zei ik, luister, we moeten dit anders aanpakken, want dit hele verhaal klopt niet. Toen hebben we reshoots hebben ze gedaan. Zijn ze nog op locatie, G had opeens een baardje en zo. Zijn ze, nee, we moeten andere scènes gefilmd. Maar dat was mijn enige inbreng. In principe was het, ik heb alles gemonteerd zoals het in het script stond. Maar er was gewoon geen ruimte om er wat anders van te maken. Omdat het gewoon, je had 2 weken om te filmen en that's it. Dit zijn gewoon de beelden die er zijn, die zitten nu in de film. We hebben elkaar eigenlijk ooit al eens gekruist, denk ik dan. Oh, ik heb daar ook rondgelopen om interviews te doen voor de film uitkwam. Oh? Voor een platform toen om promo te maken. Voor Project Gio? Ja. Holy shit. Ik ben deel van het promo-team geweest. Hè? Ja. En je was bij de première? Nee, dus daar kon ik niet bij zijn. Maar ze hebben mij wel, achter de schermen heb ik op een bepaald punt in bij de editors gezeten. Want jullie zaten daar niet in een speciale booth of zo, toch? Dat waren gewoon een paar tafels. Een paar tafels, ja. Ik had wel een booth. Dat was, okay. Jij bent bij OC geweest in Amsterdam. Ja? Met die grote houten trap die ze dan hadden. Ja? Dan, dat houten ding, daar zat ik dus in. Hè. Dit is ziek. Serieus? Wat vet. Ja. Dus we hebben elkaar misschien wel een keer gezien daar. Gezien, niet herkend op dat moment eigenlijk. Ja, it's crazy. Ja. Maar toen had ik dus 300 abonnees, dus dan had je nou niet kunnen. Ja, ik weet niet of ik toen al een YouTube-kanaal had. Wat ziek. Nee, ik had toen ook inderdaad een paar honderd, denk ik. Wanneer ben jij begonnen? Ja, ik ben begonnen met YouTube in, denk 2011 of zo. Ja. Maar het is echt gaan lopen in 2019. Shit. Ja. Maar heel andere content vroeger, toch? Ja, zeker. Maar daar ken ik dus ook Olex en zo ken ik daarvan. Ja. In 2011 had je in Nederland dat je Mediakraft heette dat. Dat was een MCN. Okay. Die bestaan nu allemaal niet meer. Maar dat waren bedrijven. Ja, precies. Ja. Dat waren bedrijven die zeiden dan tegen allemaal YouTubers... Kom hier. Ja. We gaan allemaal samen gaan adverteerders regelen. En eigenlijk werden zij daar heel rijk van. Mm. En de YouTubers kregen dan 20% of zo. Oeh. Was niet heel super. Maar ik zat daarbij, want ik dacht... Hey, ik heb 300 abonnees of zo. Ik ga chillen daar. Mm. Heel veel mensen leren kennen, heel veel geleerd. En toen...
20 jaar later kwam mijn YouTube-moment. Ja. Sick, man. Crazy. Wat is het gekste dat je dan al gedaan hebt in die jaren? Wat is het moment dat je dacht echt van, damn, daar heb ik me echt uitgesloofd voor een YouTube-video? Jeetje. Ja, ik heb allemaal muziekvideo's zitten maken en sketches. En ik denk het meest indrukwekkende was gewoon dat je had in die tijd, 2011 tot 2015, zat je Bardo en Domez en echt allemaal grote soort Nederlandse YouTube-namen. Mm-hmm. En die leerde ik allemaal kennen in die tijd. En dat waren gewoon guys. Dat waren mensen die dan, als je weet je, op die middelbare school rondliep, waren zij al die parodieën aan het zingen en al die sketches aan het echoen cool. naar elkaar. Yeah. En dan ik leerde die mensen kennen, waren gewoon guys. Ze waren gewoon, weet je wel, gewoon een beetje aan het chillen. Oh, wat is voor een video? Oh, weet je, man. Sick. Insane. Dat je dan opeens ziet van, oh, maar wat, het stelt eigenlijk helemaal niet zoveel voor. Het is gewoon, dit zijn ook gewoon guys die dingen aan het maken zijn. Dat is een gekke realisatie inderdaad. Ja. Ik heb ook al een paar keer gehad dat we iemand over de vloer hadden en dat we dachten, holy fuck, dat is... Yeah. Koen Wouters. Ja. De superster van Clouseau. En dat is gewoon een normaal gesprek. Gewoon chill guy. Ja. Iets helemaal anders. Jij gaat naar de sportschool, naar de gym tegenwoordig? Ik ben wel eens naar de sportschool geweest, inderdaad. Ja. Oké. Flex. Ja. Ik ben aan het zwemmen de laatste tijd. Oké. Okay. Ja. Dat schijnt dus ook goed voor je te zijn voor je conditie. Mm-hmm. Ik kwam erachter, ik kan dus niet, ik heb geen conditie. Ik wil heel graag Chris Hemsworth wil ik worden. Oké. Okay. Ja. En hoe gaat die progress? Snel niet genoeg? Zo goed. Gaat niet zo goed. Nee, gaat niet zo goed. Ik kwam er dus ook achter dat zij steroïden gebruiken. Anabolen. Dat maakt het makkelijker en, natuurlijk. Kijk, ik ga dan denk 3-4 keer per week naar de sportschool. Ja. Zo, gewoon een beetje zware dingen optillen. Mm. Zij gaan 2 keer per dag. En ze hebben dan 2 privéchefs die voor hun koken. En ze doen het dan 9 maanden lang betaald door een filmstudio. Dus in principe niet een hele houdbare situatie voor mij om op dit moment in te komen. Maar ik ben er wel mee bezig. En ooit op een dag dan gaan jullie mij in een van de magazines zonder shirts zien. En dan ga je zeggen, holy shit, wow, nice. Het is niet gelukt. Ik ken... enkel de before foto. Ik heb een cadeautje van jou. Oh! Yes, we hebben hier altijd een paar. Hebben we ook nog? Ja. Deze. Natuurlijk. Ja, is voor jou. Een kerstpakket van Super Mario Wonder. Heb jij ook gehad? Ja. Maar die gebruiken we als onze verrassingdoos. Oh ja. Die sticker zat er bij jou niet in, denk ik. Nee, die zat er niet in. Even kijken hoor. Dit is. Nee. Ja. Echt waar? Speciaal voor jou. Steroïden. Anabolen, steroïden. Anabolen. Ja. Nice. Er zitten ook pilletjes bij als je dat liever hebt. Dit is zo nice. Ja. Dus er waren er meer, maar Willy heeft er een paar opgegeten daarnet. Ja, ik had honger. Maar je kunt straks gewoon injecteren waar je wilt. All yours. En hoe snel ga je dan zien dat ik spieren... Is dat vandaag nog, denk je? Ja, ik denk... Nee, dit is de start van een kuur. En dan moet je mij gewoon... Dat is €50 per week. Stuur mij gewoon dat is niks. PayPal. Nee. En dan stuur ik jou elke week een nieuwe flesje op. Dat is niet verkeerd, hoor. Nee. Zat een schattig katje op ook. En als jij er binnenkort uit wilt zien als Egbert, stuur mij gewoon een DM en dan zitten wij. Maar dit is jouw nieuwe scam dus. Dit is mijn nieuwe scam. Ben je Chris Hemsworth? Ik kan ervoor zorgen dat je ongeveer op hem lijkt, een beetje. Exact. Is het eigenlijk, oprechte vraag, is het, misschien een domme vraag, ja. Is het illegaal om nippe anabolen te verkopen? Hmm. Ja, wat ga je doen? Je kan niet soort terugsturen of zo, toch? Je kan nee, niet maar, zeggen, maar hey, wat als je naar nu... de politie, hij heeft mijn neppe drugs verkocht, man. Nee, maar wat als er nu... U pakken met, je bent anabolen aan het verkopen, mag je niet. Ja, maar dat zijn gewoon anabolen. Vitamines. Ja, dit is een voedingssupplement. Eerlijk? Dus. Misschien is dat het. Ja. Business concept. Maar thanks man, ik vind dit nice. En hoeveel van deze moet ik nemen elke dag? Doe zoveel als je wil, man. Kan ik er nu een paar nemen? Van mij mag. Dit is hooikorstmedicatie. Nee, dus je hebt snoepjes of zo heb je erin gedaan. Nee. Ik ging bijna dood. Okay. Dat is een kuur van een paar maanden. Dat is het langste dat iemand al volgaan heeft. Ik ga er niet gespierd voor worden, maar wel niks meer door kunnen ruiken. Denk ja, ik. Toch? Exact. Ja. Zoals ik. Ja. Is dat oprecht een ambitie om echt shredded te worden? Ja. Echt? Ja. Nee, maar echt? Mag je zeker ik ben, ik ben vooral heel benieuwd. Kijk, ik ben nu 27. Ja. Dus als ik gespierd zou willen worden en een beetje fit zou worden, dan is nu het moment, zeg maar. Want zometeen gaat mijn lichaam aftakelen en dan wordt het steeds lastiger om een beetje fit te worden. En ik heb nu al 10 jaar lang elke dag McDonald's gegeten, dus waarom niet, zeg maar. Ja. Maar nu kom ik dus achter dat het heel lastig is om niet meer elke dag shit te eten, dat en colaatjes te drinken. En gewoon, ja, precies. Ja. Ja. Ik heb dat is niet nice, man. Ja. Dat is niet nice. Mm-hmm. Nee, maar dat is voor mij ook de reden dat ik een beetje sport nu. Omdat ik gewoon denk van, ja, als ik het nu niet doe, wanneer dan? Toch? Ik ben nu 25, physical prime normaal gezien ongeveer. Ja. Ik ben er overheen, hè? Oh, fuck. Dit is fucked up voor mij, man. Holy shit. Maar als we het nu niet doen, wanneer dan? Ja.
Nou, ik dacht vooral, dit is nu... Kijk, ik was gewoon 2 jaar geleden op het punt dat ik bijna 100 kilo woog. Okay, en dat was voor mij wel... Ja, dat was echt wel een momentje dat ik dacht, oké, dit is niet goed. Dit gaat niet goed. Nee. Dat ik in de spiegel keek, ik dacht... Ik ging video's terugkijken. Ik weet nog dat ik had een seizoen Ledge of Gaming had ik gedaan. Dat is in Nederland toen ze een soort gaming toernooi. En dan zetten ze allemaal influencers bij elkaar. En die moeten dan videogames tegen elkaar spelen. En ik zat een aflevering daarvan terug te kijken. En toen zag ik mezelf, dacht ik, dit kan niet, man. Dit kan niet. Dat niemand tegen mij zegt van, hey, yo, ben je wel oké? Ja. Dit ziet er niet gezond uit, man. Toen ben ik begonnen met sporten. Maar ik dacht ook, ik moet het nu gaan doen. Want deze gewoontes, die ga je nooit meer uitkomen. Ja. Als je niet nu actie onderneemt. Ook wel een moeilijke conversatie om als vriend te hebben van... Ja. Hey, ja. Het is iets... Bro, je ziet er fucking dik uit, man. Toch? Ja, dat zeg je gewoon niet tegen mensen. Ja. Dat zeg je gewoon niet. Dus ik snap het ook wel. Maar het was wel echt... Je kan ook video's op mijn kanaal terugkijken. Dat ik denk van 3 jaar geleden of zo. Mm-hmm. Dan zie je wel aan mij van oké, een beetje bol kopje. Ja. Gaat niet goed. Vleesgoed. Ja. Dat is gewoon net iets meer van jou. Ja. Okay. Dat is zo. Mm-hmm. Maar het was niet zo nice. Ja. Okay. Nee, maar nu kan ik dus zware dingen optillen. Chill. Ja. En ik zag dat jullie hebben zo'n ding staan. Een pull-up bar, ja. Ik kan dus met die... Dat je hangt zo. Ja. Ik zou mijn been omhoog. Oké. Okay. Dus apps. Dat is nice voor mij. Apps, ja. Sick, man. Ja, je ziet ze nog niet. Vetpercentage van 18%. Dus dat is niet helemaal waar ik wil zijn. Maar ze zijn er wel, ergens. Ik kwam laatst ook terug bij mijn trainer. Na een paar weken vakantie. Ja, ja. En hij had daarvoor foto's genomen. En hij zei, ja, cool, we gaan nog eens een fotootje nemen. En zei, we gaan toch die foto niet nemen. Dat is niks veranderd. Ik snap het, ik snap het. Anyway, ik vind eten ook gewoon te leuk. Dat is het ook, hè? Mm-hmm. Het is gewoon lekker. En het is ook, ik ging dan, ik had een voedingsschema dat ik laten maken. Oh, okay. Ik dacht, ik ga all out. Maar dat moet je dus niet doen, kwam ik achter. Je moet niet van de een op de andere dag je hele soort voedingspatroon aan willen passen. En op tijd willen slapen en willen sporten. Stapsgewijs, stap voor stap. Beginnen met, oké, we gaan om de dag naar de sportschool. Oké, we gaan geen colaatjes meer drinken. Oké, we gaan normaal eten. Ik ging dat allemaal in één keer doen. Zo'n voedingsschema laten maken en zo. En ook een blender gekocht, weet je wel. Maar ik ga shakes maken, ga allemaal bananen pureren hier en deze shit. Oh, dat was zo nice. Niet te doen. Nee. Dat is niet te doen. Okay. Dus ik elke keer dan merk ik, ik wil ervoor gaan. Ja. En dan een paar dagen later denk ik, oh, maar hamburgertjes. Mm. Besef hamburgertjes even. Oh. Dat is wel een heel goede day in the life video geweest als je dat had vastgelegd. Ja, absoluut. Ja. En dan hoeveel dagen heb je het volgehouden? Op zijn langst heb ik het denk 2 maanden volgehouden. Wow, ja. Impressive. Ja. En toen zag ik ook echt voortgang. Toen zag ik ook echt, weet je wel, ik ging er een beetje fitter uitzien en zo. Ik zat lekker in mijn vel. En toen kwam dus die hele tv-periode. Mm. En dan ben je 13 uur per dag aan het werk. En dan ben je 2 uur heen, 2 uur terug. En dan heb je helemaal geen tijd meer om te sporten en normaal te eten. Dan ben je gewoon full focus aan het rammen. Full focus, bestellen bij whatever. Alleen maar ze hadden daar als gewoon goede catering wel. Ah, maar dat is niet... Kijk, als je echt, zeg maar, gespierd wil worden... dan moet je lunchen, moet je 150 gram vlees. Yeah. Avondeten, 200 gram vlees. Weet je, dan moet je gewoon echt achteraan. Ja, en dat is ook wel een beetje de curse van de job, hè? Als fitter heb je gewoon heel weinig ruimte om echt te bewegen. Of zo. Absoluut, dus beweging in de job. Ik zit alleen maar achter mijn computertje. Ja. Ja. Heb je standing desk? Nee, heb ik wel, maar ik gebruik hem niet. Nee, oké, nice. Dat je standing desk gebruikt. Ik zie dat hij omhoog kan, maar ik weet niet of dat telt, zeg maar. Nee, maar dat was die hele tv-periode. Ik ben er echt heel, heel dankbaar voor. Dat was echt heel nice. Ja. Maar het ook wel ervoor gezorgd dat ik weer echt stop met sporten. Mm. En nu misschien de stervende ben, omdat ik niet meer fit ben. Chill. Mm. Iets helemaal anders. In jouw sets staat een Bobby Jaanland bord, klopt dat? Ja. Ja. Ja, 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 ja. Hoe de fuck kom je daar aan? Kijk, ik ben dus opgegroeid in Zeeland. Mm-hmm. Wat bij de Belgische grens is. Mm. En wij gingen altijd met schoolreisje gingen we of naar de Efteling of naar Bobby Jaanland. Okay. En Bobby Jaanland vond ik fucking nice. Vond ik vroeger leuker dan de Efteling. Mm-hmm. Ik kwam daar heel graag. En ik kwam er dus een tijdje geleden achter dat Bobby Jaanland is verkocht. Heel lang geleden aan een of andere Spaanse investeersgroep. Oh, dat wist ik niet eens. Ja, daarna is Bobby Jaans groep overleden. Maar zijn zoon runt dus een website waar je originele, authentieke Bobby Jaanland shit kan kopen. Dus die poster die er hangt bij mij, dat is er eentje die heeft echt in een abri gehangen ergens bij Bobby Jaanland. Dat is een authentieke poster. Ja. En die site staat nog live? Of ja, ja. Moet jij misschien ook eens investeren? Bobby Jaans groepen is echt wel gewoon national treasure. Dat is gewoon een icoon, hè? Dat is echt legendary, hè? Ja, dat is echt... Willy wil heel graag een live-action film van hem zien ook. Van Bobby Jaans groepen? Ja. Sowieso. Die gast heeft een gigantisch domein gekocht. En echt, laten we hier een amusement park van maken. Ja, 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 ja. Dat is toch legendary? Ja, dat is ziek. Wat denk je? Als iemand die toch al wat ervaring heeft in de filmindustrie, maken ik denk we een Bobby dat het wel kan werken, hoor. Maar ik denk dat het vooral kan werken omdat ik van Bobby Jaanland hou. Ah, dus ik wil dat ook wel zien, inderdaad. Ik heb nog een cadeautje voor jou. Nee, meer anabolen. Ja. En visties. Oh my god, ik ben zo gelukkig. Je mag onder je stoel kijken. Dus ik heb een stoel van de jaren 70. Er zitten nog een paar haartjes hier ook. Dus die mag je ook hebben. Maar vooral de envelop is voor jou. Ik heb hier de hele tijd op gezeten. Het is helemaal warm. Ja. Nice. Dat is de bedoeling. Dat is eigenlijk aan de visties. Ik zou ook moeten steken. ASMR envelop opening. Eerlijk? Dit is voor alle luisteraars op Podimo. Oh, hij zit in
niet op Podimo. We zitten niet op Podimo. Ben ik heel benieuwd. We gaan kijken. Nee! Ja! Een diamond pass voor Bobby Haaland? Hij is nog niet aangekomen, maar we hebben er één voor jou. Je hebt hem serieus eentje gekocht? Ja. Nee! Ja. Ja. En het nice is... Holy shit. Ook korting in andere pretparken, zoals Efteling. Nee! Yep. Dat is gewoon in de buurt bij mij. Oh, dankjewel, pass. Man. Dankjewel. Heel veel plezier. Dankjewel. Ik loop even naar Rotterdam. Dankjewel. Ja, wat ziek. Van tijd tot tijd hebben we ook echt leuke cadeautjes. Ja, dit is nice. Maar ja, die zijn zeldzaam. Bent je iemand dat veel naar pretparken gaat? Nee, helemaal niet. Oké. Nice cadeau, man. Nice. Okay, nee, maar ik ben er wel echt heel blij mee. Maar het is echt al heel lang geleden dat ik in Bobby Aland geweest ben. Dus daar ga ik, zodra die aan is gekomen, ga ik daar naartoe. Ga je mee? Gaan we samen naar Bobby Aland? Bro, ja, ik kan een video maken. Met een Diamond Pass mag je ook vrienden meenemen voor een prijs van, denk 18 euro. Ja, dat is niks. Dus ik mag vier vrienden meepakken, je krijgt een parkeerplaats en heel wat andere shit. Dat zie ik. Heb ik niet allemaal gedaan. Dan gaan jullie met z'n tweeën meenemen, cameraman mee. I would love that. Gaan we gezellig naar Bobby Aland? Goed, goed. Dat zou super leuk zijn. Let's go. Let's go, man. We hebben al deze promo voor Bobby Haaland. Ik heb hem gestuurd om te vragen of ze zouden meewerken. En ze hebben niet gereageerd. Nee? Daar heb ik wel zin in, man. Ja, nice. Wordt leuk. Nice. Leuk. Nee, cool. Had jij nog iets, Willy? Ik heb je daar net precies onderbroken of heb ik dat ingebeeld? Ah, nee, ik denk dat dat ingebeeld was. Oké. Okay. Ik ben wel oprecht nog altijd intrigued over het idee dat Bobby Haaland, dat de zoon van Bobby Haaland Schoepen dan een website heeft. Ja. Ja, ja. Dus bljnostalgie.be is dat volgens mij. Oké. Okay. Maar het is vooral volgens mij een site dedicated aan Bobby Haaland Schoepen. Dus je kan daar, kan je zijn boek, hij heeft een boek met allemaal foto's en zo. Ah, en, okay. Maar je kan dus ook, ze hebben blijkbaar hebben ze een reality serie hebben ze gehad okay. in Bobby Haaland. Ja, die woonde daar, gingen volgen. Die woonde in het Ik heb dat dus volledig gemist. Dat is hij is duidelijk op de hoogte. Heel goed. Met mijn grootouders, die ik ben er naar een moment ook. Okay. Dat is onze Vlaamse cultuur. Ja. Oké. Okay. Bobby Haaland schoepen. Ja. Ja, misschien ja. eens deep dive doen. Het ding is, Bobby Haaland staat nog wel een pak achter op Efteling. Efteling heeft wel echt zo de uw toilet kan ruiken naar attracties van de Efteling. Ja. En zo. Ja. Ja. Dat is zo'n geurbeleving. Ja, ik was een tijdje geleden in Efteling en daar hebben ze dus inderdaad hebben ze nu de room spray. Hebben ze. Ja. Dus wat ze hebben gedaan, dit is echt een van de domste dingen die ik ooit gehoord heb. Okay. Wat ze hebben gedaan, je hebt zeg maar de droomvlucht. Mm-hmm. Hè? En daar gaan ze dus van die kastjes neerzetten en die spuiten dan een soort geur in de attractie. Ja. Heeft niks met die attractie te maken. Dat is gewoon zo dat die attractie lekker ruikt. Dan kom je in de giftshop, kan je precies die geur kopen. Ja. De geur van de droomvlucht. Verkoopt ongetwijfeld. Nee, maar ga je 20 euro betalen voor een soort AliExpress geurtje, omdat het bij de droomvlucht was of zo? Maar insane, die mensen. En het werkt, hè? Ja, maar er zijn heel veel dingen waarvoor ik denk van waarom zou je er geld aan besteden? Ja. Then again heb ik al deze rommel hier ook staan. Je hebt wel veel spullen staan, hè? Ja. Ja. Ja, de helft zit nog niet eens in de set. Dus er is insane. Ja, vaak bij de giftshops van pretparken denk ik ook wel why would anyone buy this? Yeah. En dan zie je mensen met volle zak buiten. Ja, ik denk dat dat gewoon verzamelwoede is. Ja? Dat gewoon iets waar mensen actief verzamelen. Ja. Is dat iets? Heb jij verzamelingen? Ik heb heel veel oude videogames verzameld. Videogames? Cool. Retro, sick. Nintendo 64, NES, SNES, dat soort dingen. De consoles of de consoles, spelletjes, alles. Sick. Alles, ja. Ik heb een, denk zelfs aan wat ik heb, is een Virtual Boy. Ah, zo'n boy, nice. Ze gingen dus van Nintendo. Ja. Ze gingen dus bij Nintendo, hadden ze de Game Boy hadden ze gemaakt. Mm-hmm. Die kent iedereen. En toen dacht die maker van de Game Boy, weet je wat wij gaan doen? 1995, Virtual Reality. Dit wordt hem. Had ze een console gemaakt. Die zit je neer op een tafel. Dan doe je gezicht daarin zo. Yeah. En het is dus een soort graphics van de Game Boy. Maar dan alleen maar rood en zwart. Want dat was het goedkoopste scherm. En het is niet dat je erin kan bewegen of zo. Je moet gewoon daarin kijken. Dan moet je met een controller moet je spelen. Niet te doen. Niemand vond het nice. Zijn er maar 60.000 van gemaakt of zo. Alleen uitgekomen in Japan en Amerika. En jij hebt ik dacht, dat is obscuur. Ik wil die shit hebben. Heel obscuur. Ja. Sick. Ja, je kan er niet zoveel mee. Een dure hobby. Het is wel een dure hobby, ja. Het is duurder geworden, dat is jammer. Ik verzamel veel minder nu, omdat... Kijk, toen ik begon met verzamelen, was het allemaal nog een beetje troep. Ja. Dat je die Nintendo 64, toen kwam net, weet ik veel, de Wii U uit of zo. En dachten mensen, ja, wat moet je met al die oude plastic meuk? Mensen deden dat gewoon weg. En door gekkies als ik, zijn er nu mensen die beseffen... Oh, maar wacht even, ik kan hier gewoon fucking 500 euro voor vragen. Oké, dan ga ik dat doen. Ja. Nu is het niet meer leuk. Dus, kan je me voorstellen. Nee, en speel je daar dan actief op? Of is dat gewoon iets om te hebben? Gewoon vet. Ik vind het gewoon vet om te hebben. Ja, het is gewoon, staat het dan ook mooi uitgesteld in een kamer? Ja, ja, ja. Dat is gewoon in de studio. Eigenlijk achter de set. Ah. Eerst stond het in de studio. Ja. Er zijn een paar video's, dan zie je het allemaal in staan. Maar we vonden het heel rommelig. Dus het staat nu soort achter, achter de set. Ja. Nee, vet wel. Shit, man. Dat is heel cool. En verder, andere dingen verzameld die minder veel geld kosten? Of is het enkel... Nee, maar dan boeide het mij niet. Dan boeide me niet. Nee, weet je niet hoeveel geld ik heb? Dat heb ik verder verzameld. Ja, maar dat kost ook heel veel geld, bedenk ik maar. Maar camera's, productiespullen. Is dat, want uiteindelijk heb je in de meeste projecten maar één of twee
camera's echt actief nodig. Ja, maar ik had een moment dacht ik, oké, ik moet voor de livestream. Moet ik zo'n rugzak hebben? Dan kan ik op straat livestreamen. Dan ga je daar weer dingen verkopen. Je hebt je GoPro nodig. Oh, tweede camera voor de setup. Oh, we gaan een keer hier zo een soort docustel wat schieten. Nou, moet je een soort docustel camera hebben. Op die manier heb ik soort per ongeluk een collectie aan productieapparatuur. Okay. Aan de ene kant heel nice. Want we kunnen nu wel, als we productie willen draaien, kunnen we het gewoon doen. Ja. Aan de andere kant, super dom. Want je kan alles gewoon huren. Ja. Voor €30 of zo. Ja, exact. Ja. But, by the way, het IRL op straat gaan streamen, is dat niet een gekke mentale klik die je moet maken? Ja, was niet voor mij. Nee. Want dat is even grappig en dan is er iemand die zegt van, what the fuck bent je aan het doen? Ja. Waarom filmt jij mij? Ja, ook die shit. Goh. Slechte interacties gaat of niet? Nee, geen slecht. Nee, ik vind gewoon... Kijk, met vloggen is het al één ding, zeg maar. Dat je de hele tijd een camera op jezelf houdt terwijl je op straat loopt. Dat is al een soort vreemd. Streamen moet je Dat maar praten. Dan live, inderdaad. Dus je bent echt de hele tijd bewust van alles wat er gebeurt. Mm. En je moet blijven brabbelen. Er moet content blijven. En je moet ook nog een soort controle hebben op dat je gewoon normaal op straat doet, zeg maar. Dat was niet... Nee. Maar we hebben wel ook streams gedaan en dat een cameraman had aan die tas. En dan is het wel heel leuk. Oké. Ja, er gingen we naar... In Nederland heb je een pretpark, heet het Archeon. En dat is dus een middeleeuws pretpark. Daar spelen allemaal acteurs, spelen alsof ze in de middeleeuwen zijn. Ah, en dan kan je dus langs de oertijd, langs de Romeinen en langs de vikingen, volgens mij. Roleplaying. Daar gingen wij naartoe met zo'n streamtas. Dat was goud. Dat was echt heel nice. Dat was echt irritant doen. Een vriend van mij had een McDonald's hamburger in zijn binnenzak. Okay. Er kwam iemand die zei, hey, om hier langs te wogen moet je betalen, zei hij. Hamburger. En dan moet hij spelen alsof hij in de middeleeuwen zit. Wat is dit? Goud. Dat was heel nice. Dat zijn hele leuke dingen, maar verder was het niet. Is dat wat te vergelijken met, hoe heet dat? Het land van ooit? Dat was ook soort ridders en zo. Ja. Maar dat, volgens mij was daar het idee dat kinderen de baas zijn of zo. En toen ging het failliet, want kinderen hebben dus geen geld. Ah, bal. It is what it is. Mm, ook weer daar. Interessant voor internetscammers. Gewoon even vermelden dat de ouders wel geld hebben. Of als je op het paymentplan van je ouders zit met de gsm, kun je gewoon bellen. Kun je gewoon bellen voor geld. Of hoe was het bij King Alert? Bij Snap King was dat. Snap King had dus een 0900 nummer. Dat is in Nederland. Ik weet niet of je dat hier ook hebt. 0900 nummer. Dat is een betalend geld. Als je dat belt. Dat kost gewoon geld. En toen zei hij, als je dit nu belt, kan je mij spreken. Mm. Ja, ik, je idool Snap King, je kan mij spreken. Ging alle kids bellen, niemand. Niemand kon hem spreken. Dat is... Doe dan op zijn minst de moeite om te bellen met die mensen. Doe dan op zijn minst de moeite om dat niet te doen, misschien, denk ik dan. Hallo, 30.000 mensen gaan dat bellen. Die gaan nooit 30.000 mensen kunnen spreken. Niet scammen in de eerste plaats, of course. Ja. Maar als je dan zoiets opzet, doe dan op zijn minst een beetje de moeite. Ja. Of doe het voor een goed doel of zo. Dat je zegt, oké, je kan, er is een kans dat je mij te spreken krijgt, maar waarschijnlijk niet. Je geld gaat wel naar, weet ik veel, KWF of zo. Ja, bijvoorbeeld. Ja. Jeffrey, nog één serieuze vraag. Ja. Zoals je misschien hebt gemerkt, is Vlaanderen misschien 1/3 van Nederland. Ja. En ik vroeg me af of jij misschien voor ons tips hebt hoe dat wij kunnen doorbreken. Doorbreken? In Nederland. Met z'n tweeën doorbreken of moet heel België doorbreken? Wij willen met z'n tweeën doorbreken in Nederland met deze podcast. Oké. Hoe doen we dat? Oké. Wat kunnen wij van jou leren? En wat je eerst gaat doen is een collab met alle bankzitters. Oké. Oh, ja. Dan ben je er, denk ik. Mm-hmm. Dat is, dus als we hen kunnen bereiken, dan zijn we in Nederland. Dan ben je in Nederland, dan ben je er. Ik denk dat alles wat je hoeft te doen. Oké. Heb je gsm-nummers? Heb ik. ik vind het ook heel grappig, maar ik vind dat dan mega interessant. Want ik kijk bijvoorbeeld de bankzitters wel regelmatig, omdat ik er wel echt nice vind wat die maken. Maar dan denk ik altijd van, hoe zijn de verstandhoudingen tussen alle creators onder elkaar? Is dat één big family? Zijn dat kliks? Zijn dat mensen die zich wat meer vijandig voelen? Het was heel lang, waren het allemaal soort losse eilandjes. Dus dan had je een beetje het groepje van Gio, die hadden Ties en nog een paar creators. Had je een paar andere groepjes. En bankzitters is ook weer zo'n apart groepje. Er hadden dan bankzitters en dan Slotta en een paar andere soort van assistent voetbal influencers en zo. Maar nu zie je dat er heel veel influencers die stoppen er gewoon mee. Het is niet meer leuk. Alle campagnes drogen een beetje op. Weet je, bedrijven die zien nu dat als je, weet ik veel, €10.000 geeft aan een TikTok met 1 miljoen views, dat je daar geen sales uit haalt. Ja. Dus het hele landschap wordt anders. Je ziet wel dat al die creators, die zoeken elkaar veel meer op wel. Dus het is wel, als je elkaar tegenkomt op events of je hebt bijvoorbeeld met Legend of Gaming werken met allemaal influencers samen, dan is het wel gewoon heel leuk en gezellig en iedereen kent elkaar wel. En het zijn geen losse eilandjes meer, heb ik het idee. Dat is mijn ervaring in ieder geval. Maar ik denk dat ik ook wel in de positie zit dat ik heb zoveel video's gemaakt dat mensen volgens mij eerst een beetje bang werden voor mij. Met King Alert en met Koetman. Ja. Mijn kanaal was heel lang een beetje soort, als hij een video over jou maakt, dan heb je een probleem. Dus ik denk dat heel veel influencers mij ook een beetje te vriend wilden houden op dat punt. Maar wat ik heb gemerkt is dat het vooral allemaal nice is. Iedereen wel elkaar een beetje kent. Maar hoe is het in België dan? Want in België, ik weet helemaal niks van de Belgische influencers. Bij ons geen idee.
eigenlijk niet genoeg creators om eilandjes te hebben. Ja, holy shit. Dat klinkt stom. We zijn met, ik wil zeggen, 20, misschien 30 ja. creators hier in België. Dat is niks. Nee, ja. YouTubers zijn we echt, ik denk aan... Maar dan spreken we ook wel echt over de Nederlandstaligen, hè? Ja, ja. Want je hebt er ook die dan in het Engels okay. maken ja. en dan wel dingen maken zoals... Shauna. Nee, of Nanu ASMR. Nanu ASMR, ben ik geweest, ja. Ja, dat weet ik. Ik denk dat de mensen die ook echt YouTube doen, Rob... Nathan, ja, wij zitten niet eens in die categorie. Nee, dat zijn wel de twee groten eigenlijk. Ja. Sashi ja. en Gerben en Jonathan maken af en toe video's. Dat zijn dan zeven namen die YouTube doen. Ja. Maar verder zijn er niet echt super. Celine Michiel. Ja. Oh ja, grote YouTubers van de wereld. Of course. Insane. Who the fuck vergeet ik dat? Maar dat zijn ook weer Engels. Dat is, ja. Of ja. ja. Of ja. No, ja. gewoon non-verbal. Non-verbal. Ik zou het niet Engels Universal content is ja. Dat is ja, ander niveau weer. Ja. Insane. Er zijn niet genoeg creators om echt eilandjes te vormen. Iedereen is gewoon chill tegen iedereen. Maar bij jullie zijn er soms wel vijandigheden of zo. Bij jullie is er ruimte om beef te hebben. Ja. Bij ons gaat dat gewoon. Nee. Je ziet iedereen altijd overal. Ja. Dus je kunt niet... Als jullie persievents hebben en zo, dan kom je gewoon iedereen in één keer tegen. Ja, zo goed als. Ja. Het is gewoon elke beetje zo een familiefeest of zo. Ja. Jullie hebben niet gedacht, want dat is dus hoe heel veel Nederlandse YouTubers groot zijn geworden. Die hebben die eilandjes gepakt en die zeiden, oké, we gaan met z'n allen content maken. Jullie hebben niet bedacht, oké, we zijn de enige influencer in België. We gaan nu met z'n allen een soort community kanaal maken en dan gaan we met z'n allen groot worden. Nee. En dat gaat ook weer door op onze persoonlijke kanalen. Want dat is hoe de bankzitters groot zijn geworden. Dat is hoe Milan Knol en Dagelijks HD groot zijn geworden, allemaal in Nederland. Misschien moeten we dat gewoon doen. Ja. Ik zou het geen gek idee vinden, hoor. Dan ga je niet doorbreken in Nederland, denk, maar dan ga je wel in België, denk ik. Heel groot. Dan ga je in ieder geval je publiek gewoon bij elkaar gooien en zeggen, kijk, dit is de shit die we met z'n allen maken. Ja. Ik denk dat wij de meeste collabs hebben gedaan in Vlaanderen qua creators door gewoon dit format. Yeah, maar we hebben nog nooit echt... Ja, ik denk dat er sommige podcasts nu, die zetels daar is van een andere podcast die wij hier ook maken, dat is For Real. Okay. Dat zijn vier meisjes die ook hun eigen publiek hadden en nu samen iets doen. Dus dat is er wel. Maar daar stopt het dan een beetje, denk ik. Ja, weinig krachten die gebundeld worden voorlopig. Ja. Ik zou echt, als het... Want het klinkt ook alsof er heel weinig publiek is om te verdelen. Nou, ja. Toch? We zijn met hoeveel miljoen zitten we hier? 5 miljoen? 6 miljoen? Ondertussen? Ja. 6 miljoen Vlamingen. Ja. Daar is dan ook weer een groot deel niet eens geïnteresseerd in YouTube. Ja. Dus als je een Nederlandstalige video hebt dat 6 miljoen views heeft, dan heeft iedereen het gezien. Ja. Dat is wel insane om over na te denken. Ik zou daarover nadenken, man. Ja. Kijken of je krachten kan bundelen. En los van sociale media, wat kunnen we van jou leren? Van mij leren? Ja. Jeetje, wat kan je van mij leren? Dat is een hele brede vraag, stel je nu aan mij. Eén erbij. Ik denk, als er iets van mij te leren is, dan is het dat je, als je er energie in steekt, dat je alles voor elkaar krijgt. Ik heb geen opleiding heb ik afgemaakt. Ik heb alles zelf, alles wat ik wou leren, heb ik mezelf aangeleerd. Mm-hmm. En nu zit ik hier bij Gossip Guy Podcast. Insane. We made it, Dave. We made it. Yo, we are here right now. Mr. Worldwide in België. Mr. Worldwide. Ja, nee. Dat is heel zweverig wel. Dat is heel zweverig. Ja, dat is mooi. Ja. Ik vind het cool. Ja. Ik sta er achter die boodschap. Niet dit als short uploaden of zo en dan dit eruit. Ja, met de emotionele way muziek. Ahead of you. Way ahead of you. Weet je wat echt mijn kanaal zei? Dat was fucking cringe, man. Yeah. Inspirational muziek erachter. Ja, cool, man. Ik vond fucking leuk. Wat kunnen we van jou leren? Voordat we gaan? Heel fucking weinig, bro. Ik ging zo zweven. Nergens voor nodig. Ik had gewoon funny kunnen zijn. Ik had kunnen zeggen, yo, bro, niks. Nee, maar dat is iets wat jullie wel in common hebben. Want je hebt ook geen diploma. Cringe. Nee, man, het is bij mij ook geen papieren op de muur te hangen. Ja, probeer dat maar eens uit te leggen thuis. Ik wil YouTuber worden. Jij hebt 200.000 abonnees, we hebben er 30.000 of zo. Dat is een nummer dat minder indruk maakt nog. Ja, maar 200 maakt ook geen indruk, hoor. Nee? Dat maakt echt... Nee. Ik heb mijn ouders heb ik de stats laten zien. Ik heb luister, wel de afgelopen maand hadden we 1 miljoen unieke kijkers. Oh, zijn mijn ouders. Boeien. Ik weet niet wat is dat internet? Ik weet niet wat het is, man. Fucking boeien. Fucking boeien, lol. KTV. Dat is waar het is. 80.000 kijkers op dit programma hier. Ja. Ik heb nog één laatste cadeautje voor jou. Nee, het blijft maar. Het cadeautje regent. Dit is insane. Oh my god. En dat was eigenlijk hopende dat je daar net iets anders gereageerd zou hebben. Heb je toevallig ooit nog iets anders verzameld? Iets kleiner. Om aan sleutels te hangen of zo. Sleutels te hangen. Iets verzameld. Dat is fake nieuws dat we gehoord hebben dan. Ja, fake nieuws gehoord hebben dan. Je hebt gehoord van iemand dat ik sleutelhangers verzamel. Ja. Willy kwam vanochtend naar mij en zei, ik heb nog iets. Heb jij dat gehoord? Ik heb dat gehoord. Van wie heb je dat gehoord? Wie is van uw beste vriend. Van mijn beste vriend? Ja. Wie is mijn beste vriend? AI. Nee. Echt? Ja. Oh shit.
Dus ChatGPT denkt... Dan moet het waar zijn. ChatGPT zegt dan moet het waar zijn. Ik hou van sleutelhangers. Ja? Daar hou ik van. Dat zou waar zijn. Ik vind dat zo nice. Wanneer heeft AI ooit al gelogen? Ik heb sleutels. AI heeft dus het nog nooit misgehad. Nu kan nog iets aangehangen. Oh shit. Oh shit. Kapot. Kijk, heb ik natuurlijk. Sleutelhanger. Nice. En ik heb ook een dinootje heb ik, sleutelhanger. Ik snap waar AI het haalt. Dus en de rest... Maar ik verzamel wel de sleutels van... dan werk ik ergens bijvoorbeeld. En dan geven ze mij een sleutel van het kantoor. Nice. En dan ga ik weg en dan vraag ze die sleutel nooit terug. En denk, okay. Dus nice. Die heb je? Die heb ik. Chill, wacht je eens al binnen. Mag ik allemaal niet zeggen. Ik heb weer een sleutel hier. Nee. Die wij zelf hebben gemaakt. Echt? Ja. Je hebt dit zelf gemaakt? Speciaal, ja. Hoe hebben we dit gemaakt? Fucking veel scharen bot geknipt aan dat metaal. Nee, eigenlijk, waar hebben we die gemaakt? We hebben die laten produceren. Waarom? Ja. Zelf gemaakt. Ik heb die wel ontworpen, maar we hebben die laten produceren. Ja, ja. Very nice. Wat ziek. Very thanks. Nice. Dat is ons kledingmerk dat we al 3 jaar aan het starten zijn. Oh, je gaat een kledingmerk starten. Ja. Zoals nog nooit iemand gedaan heeft. Ik weet niet of ze in Nederland misschien er al wel... Ik ga misschien ook een kledingmerk starten. Ik heb net een designer gevonden die dat... Oké, een beetje goeie? Ja, op zich. Dus is dat een joke die niemand gaat starten? Ja, nee. Heeft hij al een eerste design gemaakt? Nee, ik heb niks gezien. Oké, alright. Kenny, we zijn ook al 3 jaar bezig. Dus succes ermee. Is er nog iets dat jij graag zou delen met de wereld? Nu dat heel... Nee, ik ga niks meer zeggen. Man, ik ga weer zweverig doen. Ja, we moeten 1 ding nog doen. Ah, shit. 1, 2 dingen. Eigenlijk, wat fuck. Wat doen we nog? Wij doen hier iets, een Twitter shout-out. Tuurlijk. De persoon die mij gepinde tweet op Twitter retweet, maakt kans op, krijgt Zalando stickers. Zalando, wow. Zalando stickers? Krijgt fucking... Wat nice. Ja, gast. 1 uur praten, nice. Nu al herseninfarct. Tia. Nee, je krijgt €50 aan Zalando tegoed. Oh. En stickers van deze podcast. En jij mag die nu uittellen door gewoon in dat bijna te scrollen. Ja. Jij mocht iemand nu €50 en hier geven. Wat is dit voor telefoon, joh? Dit is echt de grootste telefoon die ik ooit gezien heb in mijn hele leven. Deze is 1 meter lang. Heeft ook een lange naam. De Samsung Galaxy S24 Ultra Plus Premium. Is het Spon? Is het hashtag Spon? Nee, niet meer. Ooit wel geweest, maar we zijn dan geen... Dan mag je zeggen dat dit dus te groot is. Een te groot formaat is voor een telefoon. Ik ben het echt gewoon. Nee. Dit kan niet. Oké, maar jij vertelt tegen mij. Je hebt een gepinde tweet staan. Ja. En mensen die gepinde tweet retweeten maken kans op €50 Zalando tegoed en stickers van deze podcast. Yes. Yep. That's insane. Ik vind echt de YouTuber reaction. Wow. Oké. Okay. Een sleutelhanger, wow! Oh my god! En dan moet ik iemand... Oh, een tik op iemand en... Maar ik zie hier, dit is Nieke Steehaard. Okay. En haar bio is 23 en al dood op. Smiley. Nice. Je hebt gewonnen, gefeliciteerd. Om het een beetje maar wacht even, Lode, die heeft als bio... Ik wil Gossip Guy stickers winnen. Je hebt verloren, dat is jammer. Ik heb gefeliciteerd met je €50 Zalando tegoed. En vergeet natuurlijk niet... Like naar beneden, dat is goed voor mijn ego. We moeten nog 1 ding doen. Wij creëren hier een comment. Voor de mensen die tot het einde van de podcast luisteren. Want dat weet je niet altijd. Het einde luisteren. Ik zou niet tot het einde luisteren, hoor. Nee, dat snap ik. Snap ik zeker deze aflevering. Ik heb dingen te doen. Ik ben druk. Nee, het is gewoon een beetje kef van het komende jaar hier. Okay. Dus wat we doen is gewoon op de countdown van Matjas zeggen we alle 3 tegelijkertijd een woord. Een woord. Een random woord. En dat is de comment van deze week. Oké. Okay. Maar ik ken bijvoorbeeld een bijvoeglijk naamwoord, zelfstandig naamwoord. Misschien 2 bijvoeglijke. Dat is goed, ja. 3, 2, 1. Zweverig. Zelfstandig naamwoord. Gearchiveerde, zweverige, zelfstandig naamwoord. Drop het in de comments. Als je op dit punt bent gekomen in de podcast, voor de rest, like en abonneer. Het is goed voor mijn ego. Tot volgende week. Joep. Peace. Volgende week heb ik echt een hele speciale gast. Hè. Volgende week is hier Bobby Jan Schoepen. Dit met AI halen we hem terug. Gewoon zo'n lek. Oh, dat is insane, man. Ja, we hebben hier... Hey, kijk hier. Is dit niet een beetje hoe hij eruit zegt? Oh, waar hebben die van? Deze zoek ik nog. Waar heb je deze? Deze moet ik hebben. Dankjewel voor het luisteren naar de Gossip Guy podcast. Vergeet natuurlijk niet jouw mening te geven in de comments. En...